Mariska Huisman, hoe is het om weer op de baan te inlijnen? Ik moet wel weer even wennen. Eerste wedstrijd dit seizoen, maar het viel niet tegen. Ging goed. Wat zijn je verwachtingen nog voor dit inline seizoen? Mijn verwachtingen, ja. Ik moet even zien hoe het gaat, maar ik hoop wel beter te presteren dan het afgelopen jaar. Wat waren je beste prestaties vorig jaar? Het NK Marathon heb ik gewonnen vorig jaar. En doe je mee aan het NK Baan? Ja, tuurlijk. Het NK Baan is dit jaar in Medemblik, dat is mijn thuisbaan. Dus ik zal mijn best doen daar. En wie zijn daar je beste concurrenten? Aniek ter Haar natuurlijk op de langere afstanden. En Manon Kalminga, Bianca Roosboom. Er zijn er nog een heleboel. Het peloton wordt steeds sterker. Dus. Wat is inline skaten voor jou naast het marathon schaatsen? En een hele goede training, maar het is ook gewoon echt een leuke sport. Het is echt, internationaal is het ook echt heel erg groot. Groter dan marathon schaatsen natuurlijk. Dus. Hoe doe jij mee internationaal? Afgelopen seizoen niet heel, heel goed. Tenminste, voor mezelf vond ik het niet goed genoeg. Dus ik hoop het dit jaar beter te doen en wel echt bij de eerste 10 in ieder geval te rijden. Makkelijk. Ga je meedoen aan het EK en het WK dit jaar? Ja, je moet je eerst nog maar kwalificeren. Dus je zult wel zien, maar ik doe mijn best. En dat is dan alleen op de baan of wil je ook nog op de weg meedoen? Dan wil ik natuurlijk alles. Baan en weg, ja. Oké, heel veel succes. Ja, dankjewel.